Kunst in de burgemeesterskamer. Deze keer kreeg Harry van den Broek de eer om zijn werken tentoon te stellen. Harry, welkom. Is het moeilijk om werken te kiezen die in de burgemeesterskamer komen te hangen? Nou, je denkt er even over na. Ik ben wel gewend om kamers of kantoren en banken in te richten met schilderijen. Maar bij een burgemeestersvrouw, ja, die vrouwelijke burgemeester, van wat kies je daar dan voor? Hè? Als ik nou even naar de meubels kijk, ze heeft hardroze stoelen en je hebt rode schilderijen hangen. Kan dat? Ja, roze en paars en rood. Dat vind ik wel goed bij elkaar passen hoor, want dat doe ik vaak ook in de dahlia kleuren in Corso verwerken. Want wij kennen jou natuurlijk als Corso ontwerper. Je woont en je werkt in Breda, maar je mag toch als echte Zunnetenaar mag je toch hier je werken exposeren. Want eigenlijk is het voorbestemd voor Zunnetenaren. Vond u het een eer? Ja, op zich zeker, zeker. Ja, ik vind het best een eer om hier vertegenwoordigd te zijn in de kamer van de burgemeester. En ja, je hoort zo helemaal bij. En dat vind ik lekker. Bij Zundert gewoon, daar kom je vandaan. En ja, je blijft een Zundertenaar. Veel mensen denken dikwijls in Zundert dat ik hier gewoon nog woon. Maar ik woon al 35 jaar in Breda. Toevallig dat er muzikanten hangen of heb je er bewust voor gekozen? Nou, voor de burgemeesterkamer vond ik de sfeer van in de winter rood en met warme kleuren. Ja, dat heb ik wel speciaal gekozen en ze vond het ook wel meteen goed. Ook in schilderijen als die, dat schilderij bijvoorbeeld, dat kun je eigenlijk wel zien dat het iets zou kunnen zien dat het iets met Vivaldi te maken heeft. En vooral dan de zomer en de blijheid die zo'n componist vroeger in de natuur heeft opgedaan. En die expressie van de zomer, dat zit in dat schilderij. En hier heb je een schilderij, een pianospeelster bijvoorbeeld, die ja, evengoed een zwaar stuk of zo kan spelen van Chopin of zo. En daar denk ik dan aan als ik werk. En dat geeft je energie en dat gooi je eruit op zo'n moment. Wat is het mooiste schilderij wat je ooit hebt gemaakt? Oei, ja. Ja. Wat je zelf vindt dan? Ja, dat kan ik gewoon niet zeggen. Nee, ik kan het niet direct zeggen, omdat je bepaalde periodes in kleur. Ik voel wel dat ik wel in een fijne periode zit met rood. Maar ook de donkere periode van zwart, bruin en aardkleuren vind ik ook heel sterk uitgebeeld in die tijd toen ik dat dan deed. Ja, nou, ik iets toch van mijn microfoon heb. Vaandelfeesten, januari, december, de ontwerpen moeten allemaal weer bekendgemaakt worden voor het Corso. Zit je er alweer tot hier in of valt het wel mee dit jaar? Nou, inderdaad, ik zit er tot hier, zoals je ook weer wijst. zit ik er weer echt in, ja. Het wordt een ontwerp voor Raamberg. Dat is eigenlijk al wel bekend. Besloten, ja. Dat is al besloten, maar wat dat is, dat mogen we nog niet weten. Dat blijft nog even geheim. Ja, ik weet ook niet wat ze zullen kiezen uit een aantal tekeningen. En dan groeit daar weer wel een mooie korzenwagen uit.